te kijken naar wat achter bomen leeft en naar wat jou 's nachts je dromen geeft. Ook overdag zijn wij er, ik heb het vaak gezegd, voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veeën, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen. Geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein, want het allerkleinste staat in Kabouterland. Aflevering 17, de redding van het stinkdiertje. Goed, Martha, nu mag jij je wens doen. Maar waarom help je me niet, oom? Ik weet niks te verzinnen. Ja, als het niet geheim is, komt hij niet uit. Je bent 20, dus het moet een heel speciale wens zijn. Als cadeautje van Martha zingen we met z'n allen een mooi liedje voor haar. Maar dat is schitterend. Waar wachten jullie op? Maak er wat van. Laat ze leven, laat ze leven. Jullie jongeren hebben het gezelschap van een oude kabouter zoals ik niet nodig. Hier, daar komt Daan. Nou, een fijne verjaardag nog verder, Martha. Ik zou best willen blijven, maar ik heb vandaag veel te doen. Tot straks. Tot straks. Zo, dit moment leg ik vast. Blaas nu de kaarsen maar uit, Martha. Zo hard alsof je wel 400 kaarsen wilde uitblazen, Martha. Klein beetje harder blazen, we hebben geen taart meer. Maar Daan niet, die heeft zijn stuk al op. Ja, hij is gek op zoetigheid. Vrienden, ik ben erg blij dat jullie hier zijn om mijn verjaardag te vieren. Ik wil een toast uitbrengen op mijn oom David, die dit mooie feestje heeft georganiseerd. Op David, we zijn er bedankt voor. We moeten ook een toast uitbrengen op Daan, want hij kan magnifiek tekenen. En we mogen onze gastvrouw niet vergeten, want zonder haar zouden we nu geen feestje gehad hebben. Een toast op jullie allemaal. Laten we met toasten ophouden en met het eten beginnen. Ik wil een heel groot stuk. Ja, ja, ik wil ook een heel stuk. Ja, ja, ja. Nee, die is voor mij. Nee, hey, 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 rustig, rustig. Niet zo ongeduldig. Jullie moeten hier een beetje gedragen. Als jullie zo doorgaan, blijft er geen taart meer over. Maar wat gebeurt hier? Kinderen, zijn jullie gek geworden. Er is meer taart op de vloer en in jullie gezichten gesmeerd dan in jullie buiken. Omdat jullie zoveel kabaal maken, kan ik niet werken. Nou, daarom ga ik maar meedoen aan het feest, hè? Je bent welkom en precies op tijd om mijn verrassing te zien. Heel goed, want daarna heb ik ook een verrassing. Ik ga jullie een verhaal vertellen uit het geheime boek van de kabouters. Willen jullie maar volgen? Jullie zeurden altijd dat jullie ook wilden leren tekenen en daarom zal ik jullie vandaag een trucje leren. En waar is deze doos voor, Daan? Ik heb hier een doos met daarin een brandende kaars. Het moet natuurlijk wel een grote kaars zijn. En kijk nu eens wat er gebeurt als ik voor de opening ga staan. Oh! Oh, ik zie je schaduw! Ik wist niet dat tekenen zo makkelijk was. De hoed staat er scheef op. Vind je het gek? Het is de eerste keer dat ik zoiets doe. Ik wil jou willen zien als je straks aan de beurt bent. Kom nou, wind je toch niet op. Iedereen moet het leren. Het duurt een hele tijd voor je een groot kunstenaar bent geworden. Zoals ik. Er was eens een kabouter die de rivier over moest. Hij had een houten vlot, geschikt voor hem en een van zijn gezelschap. Dat bestond uit een lam, een wolf en een kool. De wolf wilde het lam opeten en het lam de kool. Hoe krijgt hij die drie aan de overkant zonder dat ze elkaar opvreten? Hoe heeft hij het opgelost? Hij brengt eerst de wolf. Dat kan niet, want dan eet het lam de kool op. Hij moet eerst het lam naar de overkant brengen. Ik geef het op. Het is niet te raden. Er is geen oplossing. Natuurlijk is er een oplossing. En als jullie hadden nagedacht, was je er wel achtergekomen ook. Ik zal jullie de enige oplossing geven. Eerst vaart hij het lam naar de overkant. De wolf en de kool waren geen probleem. Hij laat het achter op de andere oever en vaart terug om de wolf te halen. Maar hij was veel te slim om de vergissing te begaan, de wolf alleen met het schaap te laten, zodat hij, na de wolf weggebracht te hebben,
terugkeerde met het schaap naar de andere oever. Hij liet het schaap op de eerste oever en bracht de kool naar de andere kant, waar het met de wolf weer buiten gevaar was. Daarna ging hij alleen terug om het lam op te halen en de rivier voor de laatste maal over te steken. Toen hij aan de overkant aankwam, waren ze allemaal buiten gevaar. De wolf, het schaap en de kool. Nou, wat vinden jullie ervan? Wat? Oh, David, er is iemand met een boodschap voor je. Waar gaat het om? Heeft hij je gezegd of het dringend was? Hij heeft niets tegen me gezegd, maar het moet heel belangrijk zijn. Wat een pech. En het ging allemaal zo leuk, jongens. Nou, ga door met het feest. Daan en ik gaan weg. Hallo, Leonardo. Wat heb je voor me? Hallo, David. Ik heb een brief voor je. Dank je. Geen goed bericht aan. Een dringende oproep van onze vrienden de kabouters van Villefranche. Ligt dat in het Middellandse zeegebied, in het zuiden van Frankrijk? Inderdaad. En ze hebben heel dringend onze hulp nodig. Heel goed. Maar staat er ook in waarom? Nee, daar staat absoluut niets over in, Daan. Maar hij is verstuurd door mijn vriend Pierre. En ik kan je verzekeren dat hij ons niet zou roepen als het niet om iets belangrijks gaat. Nou, dan zullen we maar snel op pad gaan. Goed. Hé, hey Harry, wat is er met jou aan de hand? Je bent zo stil. Hé, we gaan heus geen lange reis maken, hoor. Je zult er niet moe van worden. Je gaat me toch niet vertellen dat je bang bent? Dat is niks voor jou. Meestal vind je het leuk om nieuwe plaatsen te leren kennen. Je zult het geweldig vinden in Frankrijk. Het is werkelijk een heel erg mooi land. Mooie bossen, rivieren met veel soorten vis. Verdraaid! Nou begrijp ik wat er met jou aan de hand is. Je hebt gehoord dat de Fransen gek zijn op het eten van ganzenlever, is het niet? Nou, wees maar niet bang, hoor. We gaan onze vrienden de kabouters bezoeken. En zij zijn natuurlijk vegetariërs, zoals alle kabouters. Je loopt geen enkel gevaar. Nou, kom, alles is in orde. Op naar Engeland. Ik bedoel Frankrijk. Kijk, we zijn er al dan. Daar is La Belle France. Nou begrijp ik waarom ze het La Belle noemen. Het is inderdaad prachtig. Zie je die grote rivier daar beneden? Ja. Dat is de Rhône, een van de grootste rivieren van Europa. Ik geloof dat Harry een beetje dorst heeft. We zouden kunnen landen en water uit de Rhône drinken. Dat lijkt me een heel goed idee. Het is een prachtig plekje om te kamperen, vind je niet? Ja, geweldig. Heel helder en rustig. Hè? Ik geloof dat je voor je beurt hebt gesproken. Inderdaad, ik heb de indruk dat het gedaan is met onze rust. Vooruit, laten we gaan kijken wat er aan de hand is en waar het vandaan komt. Dat is onmogelijk. Hoe kan zo'n klein en tenger dier als dit de wolf zo'n pijn doen? Hij is 20 maal sterker, toch? Als hij de honden niet had geroepen, was er niets aan de hand geweest. Hé? Neem me niet kwalijk, maar zouden jullie me kunnen zeggen wat er gebeurd is? Nou, kijk zelf maar. Een paar honden hebben de wolf aan zijn staart gebeten. En waarom dan wel? Dat weten we niet. De wolf geeft de schuld aan het lam. En het lam zegt dat het zelfverdediging was. Nou, misschien kan ik het probleem oplossen. Dat is niet nodig. Hij is tenminste onpartijdig. David is rechter en beroemd om zijn onpartijdige en rechtvaardige vonnissen. Goed, dat weten jullie nu. Laten we naar de kern van de zaak gaan. Ieder vertelt zijn eigen versie. De wolf beschuldigde het lam ervan dat het met opzet de honden geroepen heeft om in zijn staart te bijten. Zodat de honden de veroorzakers van de pijn zijn. Dat is zo klaar als een klontje. Hij was absoluut niet dat arme, weerloze schepsel dat het gedaan heeft. Ik heb de indruk dat jullie me niet de ware toedracht van de gebeurtenis vertellen. Kom, ik wil de waarheid en niets dan de waarheid. Alleen op die manier kan ik tot een besluit komen en een rechtvaardige uitspraak doen. Vooruit, spreek jij. Dit lammetje wandelde door het bos toen het onverwachte wolf tegenkwam. Dankzij de hulp van de honden heeft de wolf hem niet opgegeten. Heel goed. Na jullie aangehoord te hebben, heb ik nu voldoende gegevens en ga uitspraak doen. Let goed op. Ik verklaar het lam onschuldig, want hij heeft alleen maar om hulp gevraagd. Maar de wolf is de enige die ernstig gewond is geraakt. Ja, maar hij heeft misbruik gemaakt van een klein en weerloos dier. Oh, ik begrijp het. Ik zal het hem zeggen. Geen kleine dieren meer lastigvallen, hè?
En wat betreft zijn staart, die zal snel genezen. En het lam raad ik aan zich niet meer van zijn kudde te verwijderen. Op die manier loopt hij niet weer het gevaar om aangevallen te worden. Wees gerust, de schrik zit er goed in en ik geloof niet dat hij nog iets van zijn moeder wegloopt. De zaak is gesloten. En kunnen jullie me nu vertellen of Villefranche hier ver vandaan is? Als jullie gaan lopen, een halve dag reis. Huh? Zeg, David, vind jij het hier niet afgrijzelijk stinken? Ja, Daan, ik ruik al een hele tijd een trol, maar ik wilde je niet ongerust maken. Wat vreemd. Wat hebben die hier nou te zoeken? Ik weet het niet, maar je kunt je voorstellen dat het weinig goed zal zijn. Laten we verder gaan. Nou, we moeten nu wel dichtbij zijn. Ik kijk even op de kaart. Kijk, daar beneden staan Pierre en zijn vrienden op ons te wachten. David! David! Hallo! Hallo! David, vergeef me dat ik alleen aan je denk als er moeilijkheden zijn. Maar wat is er aan de hand? Volg me en ik zal het je laten zien. Ik heb een wacht neergezet. Hij zal jullie uitleggen hoe de situatie is. Pierre, als hij iets van waarde moet bewaken, dan zou ik hem maar ontslaan. Die man die slaapt als een os, zeg. Gaston! Word wakker, Gaston! Ja, wat is er aan de hand? Alles onder controle. Zo pas jij dus op de zaak, hè? Sorry, ik ben een beetje slaapgevallen door de smerige stank van dit dier. In de put zit de reden van onze bezorgdheid. Jullie maken hier zorgen om een lege put? Leeg? Maar hoe kan dat nou? Hoe heeft het kunnen vluchten? Wie is gevlucht, Pierre? Een jong stinkdier. Die dieren verspreiden een afschuwelijke stank. Dat weet ik. Maar het was gewond en had onze hulp nodig. Luister wat er gebeurde. Op een dag ging ik een eindje lopen met mijn zonen. En toen kregen we plotseling een vreselijke stank in onze neus. Daarna hoorden we een heel zwak gehuil. En ondanks die weerzinwekkende lucht wisten we dat het onze plicht was een dier in nood te helpen. We vonden het in dit gat, een stinkdierjong dat er ingevallen was en er niet meer uit kon. Ja, wij konden het er niet uithalen, maar we gaven het te eten. Daarna kwamen we bij elkaar om een besluit te nemen. We wilden proberen het stinkdier uit die put te halen. Maar dat kregen we niet voor elkaar. Het verspreidde zo'n verschrikkelijke stank. Maar we konden het arme schepsel daar toch ook niet voor eeuwig laten zitten? En wat deden jullie toen? Ik dacht onmiddellijk aan jou en heb je geroepen. Ik ben er zeker van dat jij een oplossing weet. Helaas lijkt het erop dat ik te laat ben gekomen. Maar hoe is ze dan ontsnapt? Je zei toch dat ze niet alleen uit die put kon komen? Dat is een goede vraag. Hoe kon dat? Ze was toch gewond? Vertel het eens, Gaston. Is jou misschien iets ongewoons opgevallen? Ik verzeker je van niet, Pierre. Mij is niets opgevallen. Ja, eigenlijk vraag ik me af waarom ik jou dat vraag. Jou valt nooit iets op. Behalve misschien in je dromen. Arme stakker, wat ruik je lekker. Hetzelfde als de trollen, nietwaar broertje Holly? Ja, precies hetzelfde. Als we er in die put hadden gelaten, dan zou de stank van de kabouters te gedood hebben. Die is vreselijk. Dat zou een vreselijke dood voor de geweest zijn. Er is maar één logische oplossing. Inderdaad, als het stinkdierjong er niet zelf uit heeft kunnen komen... moet iemand haar er dus hebben uitgehaald, nietwaar? Juist, maar wie? Wie is in staat deze vreselijke stank te verdragen? Ik weet het al, geloof ik. Vertel op, wie is het geweest? Iemand die nog erger stinkt dan een stinkdier. De trollen! Precies, ze zijn ons gevolgd toen we hier naartoe gingen. Ik ben er absoluut zeker van dat zij de schuldigen zijn. We moeten het stinkdierjong terug zien te krijgen. Ja, want deze ruwe klanten weten niet eens hoe ze haar moeten voeden. Misschien laten ze het achter. Hou op met dat gekrijs. Als je niet zo lekker rookt, zou ik hier achterlaten, hè, Bobby? Dat is geen slecht idee. Ik heb er meer dan genoeg van om mee te sjouwen. Ik ook. Ze krijgt de dood en dan heeft ze tenminste wat te eten. Dan zal ze niet van honger sterven. Ik ging haar net lief vinden. Ze is werkelijk heel aardig. Jammer om het alleen te laten, maar het loopt makkelijker. Ja, Poppy, het was wel erg fijn om een mascotte te hebben. Bovendien, waar vinden we iemand die zo lekker ruikt? Ze had een zeer pootje, de arme Bunzing Baby. We moeten het niet alleen laten. En als een of ander die haar dood, hij is er ook zo lekker. Ik wil mijn Bunzing Baby. Laten we teruggaan. Baby, ja, bunting, bunting, baby bunting, baby bunting. Kom terug, kom terug, kom terug. Laat los, is van ons, is van ons. En, heb je iets gevonden? Nee, het ruikt hier niet naar stinkdieren of trollen. Ze zijn verdwenen zonder ook maar enig spoor. Harry, wat is er met jou aan de hand?
Hij wil ons eens duidelijk maken. Ja, kijk daar! De alarm! We zien nu, joh! Dan volg hem. Kom op, Harry. We gaan erachteraan. Wat een stank. De trollen moeten hier ergens in de buurt zijn. Zeg voor ons! Laat los! Laat los! Laat los! Holy Poppy, jullie voelen iets in je ziel, hè? Wij willen de munt zien, baby. Het is niet eerlijk. Ze is van ons en de adelaar moet dat teruggeven. Niet zeuren, het is jullie eigen schuld dat de adelaar ermee vandoor ging. Maar we houden haar. Dat is echt waar. Wel, zo zag het er niet naar uit. Die adelaar zal nooit van haar houden zoals wij. Kom maar tevoorschijn, Pierre. Het zijn Holly en Poppy die spijt hebben van wat ze gedaan hebben. Ze bedoelden het niet zo kwaad met dat stinkdier, jong. We zullen toch een manier moeten vinden om dat arme kleine dier te redden. Als daarom komt, zullen we beslissen. En jullie twee, wegwezen. Als jullie haar redden, mogen wij er dan? Wij houden van haar, ze is onze mascotte. Ik zal jullie een voorstel doen. Wij gaan op zoek naar haar ouders. En als we die niet vinden en als het stinkdierjong bij jullie wil... Dan mogen jullie haar houden. Wat fantastisch, onze eigen kleine punzingbaby. Oh, ik mis haar zo. Is toch niet te geloven, hè? We moeten haar ouders zien te vinden, koste wat kost. Maar dan zullen we het arme diertje toch wel eerst moeten redden. Dat is waar, ja. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ah! 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 Harry, ga zo dicht mogelijk bij die rots. Ik moet de plaats markeren. Zodra jullie klaar zijn, beginnen we met een reddingspoging. Wil je mijn mening, David? Als de adelaar dat arme dier mee naar zijn nest heeft genomen, dan kan je het denk ik wel vergeten. Voor een kabouter is het niet zo mogelijk, dat weet jij ook. Waar een wil is, is het weg. Je hebt geen idee hoe moeilijk het is om door die sneeuw omhoog te komen. Dat weet ik heus wel, beste Pierre. Ik ben me de problemen echt wel bewust. Maar dit is niet het moment pessimistisch te zijn. Daar komt hij! Ik weet waar het jong is. En is de adelaar bij haar? Nee, die liet het achter op een heel smal rotsje. Dat arme kleine ding kon zich nauwelijks bewegen. Ik heb de plek gemarkeerd met mijn rode das. Goed zo. En als we eenmaal die berg beklommen zijn, hoe stel je je voor het naar beneden te krijgen? Ik zou het je niet kunnen zeggen, David. Die kleine is namelijk nogal zwaar. Bovendien is er nog een probleem. Omdat het arme dier gewond is, valt het ons aan als we te dichtbij komen. Best mogelijk, maar voor wat mij betreft is het grootste probleem de stang. Precies, maar daar moet ook een oplossing voor te vinden zijn. Even denken, dat is... Er moet toch een manier zijn om haar heel huis... Ja, ik heb de oplossing! En zou je ons misschien ook kunnen vertellen wat je verzonnen hebt? We doen het met behulp van een opvouwbare brancard. En als het ons dan aanvalt? Doet ze niet. Ik weet hoe je dieren moet kalmeren. Dan blijft de stank. Wat doen we daarmee? Met knijpers op onze neus en door je mond ademen. Als jij het goed vindt, dan vlieg ik met Harry voorop en dan zoeken wij de makkelijkste route uit. Dat is een goed idee. Ga jij maar. Het begint al aardig te stinken, dus we komen dichterbij. Hebben jullie de brancard klaar? Ja, ja David. Alles op je wel, hoor. Geen probleem. Kijk, Harry, daar is het. Wijs de plek aan. Vooruit, vrienden, nog eventjes. We zijn er bijna. Brancard, klaarmaken. Kom op. We redden het wel, Pierre. Geloof me. Je had gelijk, David. Je moet nooit te snel de moed opgeven. We moeten opschieten voor die adelaar het in zijn hoofd haalt hier weer terug te komen. Het ergste is nog dat het arme dier haast bezwijkt van de kou. Maar wat is er nou met jou, David? Nou ben jij de pessimist. Ja, dat is waar. Kom op, lui. Geen tijd verspillen. Daar hangt de das vandaan. Rustig maar, kleintje. Stil maar, we zullen je echt geen kwaad doen. Ik snap best dat je bang bent. Eerst pakten die trollen jou en toen die adelaar. Dat zou ik ook bang zijn. Maar wij zijn je vrienden. David, David, Pierre, opschieten. De adelaar komt eraan. Vlug, breng de brancard en help me dat dier erop te leggen. De adelaar komt rennen.
gooien! Dat heb je uitstekend gedaan, Harry! Het gevaar is nu voorbij. Gelukt, David, het is gelukt! Jouw pootje is met een paar dagen wel weer beter. Probeer er eens een beetje op te leunen. Het is jammer dat je zo stinkt, want eigenlijk ben je een heel lief beest. Stinkdieren gebruiken hun geur om vijanden van zich af te houden. En het feit dat zij nog leeft, bewijst hoe goed die verdediging werkt. Maar nu is er nog het probleem. Wat doen we met hem? Dat laatste probleem is ook opgelost, Pierre. Het is maar goed dat de moeder tijdig is opgedoken, anders hadden wij het jong nog aan de trollen moeten geven. Die zouden haar laten verhongeren of zij zou doodgaan van de trollenstank. Het is een leuk beestje. Op een afstand. Jongens, kom maar tevoorschijn en haal die knijpers van jullie neuzen. Het stinkdier en haar moeder zijn weg en de lucht is weer opgeklaard. Gelukkig maar weer, hoor. Dat is een opluchting. Het spijt me, Pierre, maar we moeten gaan. Ja, het werk zit erop, dus we moeten weer eens naar huis. Jerry, jij hebt ons een grote dienst bewezen. Graag gedaan, Pierre. En als je ons nog eens nodig hebt, hoef je maar te roepen. Lijkt me leuker om terug te komen als er geen problemen zijn. Ja. Bedankt, tot ziens. Ook jij heel hartelijk bedankt, Harry. Zonder jouw hulp was het ons nooit gelukt. Uit naam van Harry dank ik je voor dat compliment. Tot ziens. Tot ziens, David. Tot ziens, Dan. Tot de volgende keer. Schnitzweit. In de volgende aflevering krijgen David en Daan bezoek van een vreemde vogel die om hulp vraagt voor de kabouters in Hawaii. Daar aangekomen worden zij feestelijk onthaald, waarna zij horen dat een paar verschrikkelijke monsters alle avondfeestjes op het strand verstoren en al het voedsel stelen. Zullen onze vriendjes in staat zijn die vreselijke monsters aan te pakken? Nergens respect voor heeft. Help ons weer heel snel een eind te maken.